Het recht om te mogen trouwen met wie je wil. Op veel plekken in de wereld is het nog niet vanzelfsprekend. Zeker niet als het gaat om een vrouw met een vrouw of een man met een man. Ook op Aruba en Curaçao. Al jaren voeren mensenrechtenorganisaties en stellen van hetzelfde geslacht strijd. Want politiek en kerk op de twee eilanden blijven zich verzetten. Tot de Hoge Raad aan toe. Maar die bepaalt nu dat het mag. Religie is belangrijk voor Gerrit en Andres. Maar niet meer in de Rooms-Katholieke eilandelijke traditie die net als de Curaçaose wet het huwelijk alleen wil voltrekken tussen man en vrouw. Opvallend genoeg zijn beide desondanks al wel met elkaar getrouwd. Je moest ervoor naar Bonaire. De mooiste dag van je leven die kan je eigenlijk niet met al je vrienden, je kennissen, familieleden vieren, omdat niet iedereen mee kan. In Bonaire kan trouwen namelijk wel. Want dat eiland valt direct onder Haags gezag en daar gelden de Nederlandse wetten. De Nederlandse huwelijksakte op Curaçao moet overigens wel worden geaccepteerd. Maar er rechten aan ontlenen, dat kan dan weer niet. Gerrit en Andris zijn dan getrouwd met elkaar, ze worden nog steeds gediscrimineerd. Dat betekent dus dat als ik bijvoorbeeld of mijn echtgenoot ziek wordt en in het ziekenhuis terechtkomt, dat ik geen beslissingsrecht heb, ook met erfrecht. Als ik kom te overlijden of hij komt te overlijden en we hebben samen, er is te erven, dan geldt dat niet. Dan krijgt hij, kan hij dus niks krijgen. En ook pensioenen, weduwepensioenen, dat bestaat, krijgen we ook niet uitgekeerd. Wij houden van elkaar, we hebben een hele mooie relatie samen. En wij delen een huis, we delen een leven, we bouwen samen een leven op. En waarom moet dat beperkt worden door zo'n rare wet? De uitspraak van de Hoge Raad is een belangrijke juridische stap. Maar de echte uitdaging voor Aruba en Curaçao ligt in de sociale acceptatie van het homohuwelijk. Een proces dat jaren, misschien wel een generatie lang zal duren. De strijd daarvoor gaat onverminderd door, maar de vraag voor nu is of er vanaf morgen massaal getrouwd gaat worden. Het zou leuk zijn, maar ik denk het niet. Ik denk dat het mondjesmaat op gang zal komen. Het meest belangrijke verandert wel. Het gaat erom je rechten, dus dat je als mens behandeld wordt. Nou, opluchting en blijdschap bij de LHBTI-gemeenschap op Curaçao en Aruba. Daar keken ze vanmiddag samen naar de uitspraak van de Hoge Raad. Nou, het was reuze spannend. En omdat het toch wel weer een vorm van discriminatie is, van de kaart is geveegd voor de mens. Is dat heel belangrijk, volgens mens zijnde, absoluut. Nou, geweldig. Ik heb geen woorden. Ik ben woordeloos, maar heel erg blij.